Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde is vrij. Hoi. Hoi. Caroline. Hoi. Matthew. Matthew. Yes. Niet Matthew. Nee, met een A. Met een A. A. Zullen we wat drinken? Ja, lekker. Ik dacht, we kunnen nog pizzeretten hier, peper, zout. Ah, hier. Ik heb niet goed gekeken, hoor, maar... Water? Ja, lekker. Oh, goed. Hé, maar waar kom je eigenlijk vandaan? Het Soest. Soest? En jij? Oh, dat is hier... Ja, het is hier vlakbij, zo'n half, een kwartiertje. Een kwartiertje? Nee, ik kom uit Cabauw. Waar ligt dat dan? Ja, Cabauw. Het ligt eigenlijk in Rotterdam. Ja? Ken je lijn 195? Nee, de 295 ken ik wel. Oh, 295, ja, dat zeg ik me even kort. Ja. Maar het ligt tussen Rotterdam en Utrecht. En het ligt echt middenin. Maar dan weet je misschien nog niet waar het ligt. Nee, ken je misschien de zendmast? In Stijn, eigenlijk de grote kerstboom? Ja, natuurlijk, ken de kerstboom. Ja. En dan, bedankt trouwens. Ja, proost. En dan eigenlijk, ja, op een goede 24 uur. Of misschien langer. Ja, wie weet. Maar dan moet je dus bij de zendmast nog 12 minuten zeg maar binnen door. Dus dan weet je het eigenlijk nog niet. Welke kant op? Richting Schoonhoven? Zilverstad. Oh ja, ja. Zilverstad. Nou, daar doe ik dus mijn boodschappen. En daar staat nu dus ook een kleine zendmast. Voor een evenement. Oh, ja. Leuk. En, nooit het evenement dan? Wat voor evenement is dat? We hebben echt een gekke huis hier. Mediapark hebben we dus ook in Cabauw. Oh, oh. Ja, dat is leuk hoor. Maar wat voor werk doe je eigenlijk? Ik zit in de verhuur van cameramasten. Cameramasten? Ja. Zendmast? Zoiets. Ah, maar dan cameramasten. Ja. Ah, ja. Ja, door het hele land eigenlijk. Nee? Ja. Dus je komt overal? Cabauw ken ik dan weer niet eigenlijk. Nee, dat is dan wel weer gek. Maar het is ook echt een heel klein dorp hoor. 800, 900 man. Oh, het is een gehucht eigenlijk. Gehucht, ja. Maar wel met een eigen kroeg. Oh, dat dan weer wel? Ja, dat dan weer wel. Nou, dat is wel wel belangrijk, hè? Ja. Ja, ik zit zelf bij de Hogeschool voor de Kunsten. Oh, en waar? Dat zit in Utrecht. Oh. Dus eigenlijk... Om de hoek? Om de hoek, ja. Ja. En voor de rest, dat doe ik erbij, want ik wil eigenlijk dus doorbreken als professioneel vlogger. Oh. Ja, ja, daarom deze camera's. Ja, ik weet gewoon niet waar ik moet kijken. Nee, dat snap dus, ik. Dus ik moet zeggen, ik heb mezelf dus opgegeven voor dit programma. En jij? Ja, bij mij hebben een vriend die een vriend. Heeft opgegeven. Je wist eigenlijk van niks. Nee, ja, lastig. Maar op zich comfortabel hier met mij? Nee, ben je wel een beetje zenuwachtig. Oh, toch wel. Jij niet dan? Nee, ik niet. Ik vind het heel leuk. Ja. Dat is wel helemaal jouw ding dus. Ja, dat is helemaal mijn ding. Bent hier eigenlijk voor de kamers en niet voor mij bedoel ik? Ik dacht, dit is win-win. Dit is win-win. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus ik heb, maar heb jij ook hobby's? Want is volgens mij is er nog een gym hier. Kijk. Ja? Nee? Ja. Dat is niet mijn ding. Dit is wel een hele mooie. Deze heb ik echt nog nooit gezien. Nee, die is ook nieuw voor mij. Wauw. Ja, mag je niet met schoenen op misschien? Nou ja. Het is toch een hardloopband? Ja, maar deze... Doe je het op blote voeten dan? Wow. dit gaat niet. Maar deze watervariant heb ik nog niet... Daar kun je cocktails in maken, ik zie het al. Inderdaad, dit is zo sla... Dat is een droogmolen. Ja, dit is wel fijn, zo'n spiegel. Die moet ik eigenlijk thuis even... Jij bent wel goed, dat zie ik al. Ja. Maar ik ben eigenlijk helemaal verrot. Vind je het een heel gek idee als ik vast naar bed ga? Of vind je... Nu al? Hallo. Ik ben net binnen. Ik was even gezellig. Hey. Ja, maar, nou, ja, ik ga naar bed, maar ik voel me niet zo comfortabel als jij daarbij komt liggen. Dus dan moet ik op de bank slapen, zeker? Ja, als dat... dan voel ik me wel beter bij. Dus ik snap, het is misschien niet zo heel fijn voor jou, maar... Ja, misschien, er liggen best wel wat kussens. Ik denk dat er wel een kleedje ergens ligt. Ja hoor, kom maar goed. Oké, toch? Ik ga even onder de dekens. Ik doe even dit zo. Slapen. Nou, wat dan, rusten. Ja, zie ik je morgenochtend. Nou, houdoe. Doei. Lekker dan. Nou.
Nou, het ligt perfect, mensen. Het ligt perfect. Nou, ik ruik de croissantjes al. Zo. Lekker geslapen, joh. Ja. Ja, ik. Een groot bed. Ja, voor jou alleen. Die bank ligt nog beter, denk ik. Echt? Nee. Oh, nee. Maar was wel goed. Lekker croissantje. Lekker. Fijn dat jij dat attent, hè? Nou, inderdaad. Oké. Ze ruiken lekker, hè? Maar wel lang nachtje. Was misschien wel warm hier ook, of niet? Ja, nou, dat draait hier wel een airco'tje. Maar heb je ze nu warm gemaakt? Of? Ja, ja, toch? Dat werkt toch zo? Op de bakplaat? Okay, ja, okay, probeer maar. Oké. Okay. Ja, nee, ja. Ons doen we het vaak in de oven, maar als dit ook... Nou ja, oké. Okay. En die van mij is nog koud. Nou ja, het gaat wel toch. Ik proef wel even. Nou, het is wel een beetje... Nou, dus niet goed. Niet goed? Nee. Nee? Nee, dan dit toch maar terug. Jij bent niet zo'n kok? Nee, of? Ik sta nooit eigenlijk... Niet? Nee, ja. Heb je hier vind het helemaal niet leuk. Ik vind het niet lekker, hoor. Helemaal. Maar hoe vind je het gaan? Zo. Met mij. Of ben ik een beetje te aanwezig? Nou ja. Niet? Of leuk? Vond jij het leuk dan? Nou, ik had het wel heel erg naar mijn zin. Ik vond het ook leuk. Hoe jij ook danst, ja, dat... Wel? Ja. Maar nog een 24 uur? Dat denk ik niet. Niet? Nee. Oh, dat is wel jammer. Ja, ik had het best wel oké. Ik had het wel naar mijn zin. En ik denk, nou, het is een leuk huis, goede gym, maar niet dus. Nou ja. Nou, volgende keer beter. Hey, ja? Zo is het ook. Ja, zo is het ook, ja. Proost. Proost. Lang leve de liefde is vrij.